goed initiatief volgens jou, die Koningsspelen, en om die kinderen beter te laten bewegen, Ron? Ja, ik was daar vanmorgen met Naomi van As. En ja, het is begonnen. En ik vind het goed dat kinderen weer bewegen natuurlijk. En dat doen ze veel te weinig. Ze sporten gewoon veel te weinig, kinderen. En ik denk dat het ook aan de ouders ligt. Want? Het is veel te makkelijk om kinderen voor de televisie te zetten of voor een laptop of wat dan ook. En te zeggen van, joh, laat maar lekker doen en dan ga ik wat anders doen. En wij van Sefsport, wij besteden er heel veel aandacht aan. We hebben bijvoorbeeld het running team, waarbij we kinderen die kunnen zichzelf opgeven als ze te weinig kunnen sporten of als ze alleen maar televisie kijken. En dan proberen we ze in 5 weken klaar te stomen voor de marathon voor Rotterdam. En hoe lang moeten ze dan lopen? Nou, we geven ze in 5 weken tijd een coach mee. Die let op hun voeding, die let op hun uithoudingsvermogen. En van niets kunnen ze ineens alles. En dat is natuurlijk fantastisch. We doen nog meer. We doen bijvoorbeeld dit jaar het zwemteam. Wacht, laten we eerst het runteam laten zien. Want we hebben beelden van het runningteam. En ja. ik zie aan een aantal van die kinderen hoeveel het ze doet dat ze die prestatie bereiken. Ja. Ik was even bang dat jullie zonder mij zouden beginnen. Running team, succes! Omdat ik die 5 weken heel hard heb getraind. En nou heb ik het gewoon gehaald. Ja, dat is toch fantastisch. Ze komen binnen, ze kunnen helemaal niets. En na 5 weken kunnen ze echt alles. En dan, dit is toch geweldig. Ja, maar de fout ligt niet bij de ouders. Nou, ten dele. De fout ligt in Den Haag. Men moet gewoon weer een goede lichamelijke opvoeding hebben op school. Er moet veel meer gymles gegeven worden door mensen die daar verstand van hebben. Ik weet nog vroeger, als we gymden op school, dan zag je kinderen die in een bepaalde tak van sport goed waren. En die gingen op een club. Maar er is geen ondergrond meer. Ze gaan even buiten spelen. Wat doen jullie voor gym? Ja, een beetje. En wat doen jullie dan gymspullen aan? Ja, soms wel, soms niet. Dat slaat nergens op. Je moet gewoon 2 keer in de week. Minimaal. Gewoon, ja, en dan krijg je ook de lust. Dan heeft het lichaam er gevoel voor. Dan ga je op een club en dan ga je sporten. En dan ga je niet meer alleen op je iPad zitten. Nou ja, dat is deels ook wel waar. Maar we hebben nu bijvoorbeeld het zwemteam. Ja. En ik ben echt geschrokken van hoeveel kinderen er niet kunnen zwemmen. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Is het schoolzwemmen afgeschaft ook? Ja, het schoolzwemmen is afgeschaft. Dat is ook belachelijk. Ja, dat is natuurlijk ook voor de regering die heeft gezegd, nou, doe het maar niet meer. Maar ja, ik heb natuurlijk ook wel gehoord dat ouders, er zijn ouders bij die dan zeggen, nou, je kunt kiezen tussen paardrijden of zwemmen. Ja, dan gaat zo'n kind zegt, nou, ga wel op paardrijles. Ja, je moet gewoon op zwemles. Dat moet gewoon. We hebben nu 5 kinderen en die proberen we van de dood te redden, zal ik maar zeggen. Want die kunnen echt niet zwemmen. En die zijn echt in de categorie dat je denkt van, ja, ze zijn eigenlijk al bijna 6, 7 jaar en ze moeten toch kunnen zwemmen. Ja. Het kan dus niet.